Het bureau voor burgerzaken, de Latour, is na renovatie opnieuw in gebruik genomen. De heropening is gedaan door minister Bronte Sommaharju van Binnenlandse Zaken in aanwezigheid van BISA-directeur Nasir Eskak en de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken Anastasia Kanapé-Pokki. Volgens Eskak is de heringebruikname van het gerenoveerde gebouw een droom die werkelijkheid wordt. Het ministerie was op de hoogte van de slechte staat waarin het gebouw verkeerde. Personeelsleden en burgers hebben jarenlang moeten aanschouwen hoe er maar geen verbetering kwam in hun werksituatie en de slechte staat van het gebouw. Niet alleen was er sprake van constante daklekkages bij regen, maar de ruimte voor het personeel was zeer beperkt en ook nog heel erg onplezierig om er te werken, vanwege het ontbreken van koeling. Door de bestaande indeling was er geen goede winddoorstroming in het gebouw. Het bureau heeft ook jaren te kampen gehad met een stroomcapaciteit die niet voldoende was. Het leek wel alsof de problemen zich steeds maar opstapelden en er nooit een oplossing kwam. Burgers kwamen met weinig plezier voor hun diensten naar hun bureau van inschrijving. Hun frustraties hebben ze dan ook niet onder stoelen of banken geschoven. Toch heeft het nog vele jaren geduurd voor er een verandering kwam. Bij het aantreden van minister Sommaharju is er een landelijke tour gestart waarbij de knelpunten en uitdagingen bij diverse BVB-kantoren zijn geïnventariseerd. Kanapé-Pokki gaf aan dat de renovatie van het bureau Latour van eminent belang was doordat ze het grootste verzorgingsgebied onder zich hebben. Wij weten dat dit bureau een grote verzorgingsgebied heeft, het grootste verzorgingsgebied in vergelijking met alle overige CBB-kantoren, bureaus voor burgerzaken. Maar we weten dat het personeel het ook aan kan. En we weten ook dat het personeel zal bewijzen dat ze hun verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van de samenleving. Wij zijn een heel belangrijke overheidsinstelling. Die overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de bevolkingsadministratie. Die verantwoordelijk is voor heel belangrijke documenten. De burger kan nergens anders gaan voor een uittreksel dan bij CBB. Bureau voor Burgerzaken Latour is van de ruim 45 landelijke BVB-kantoren het meest unieke, omdat het verantwoordelijk is voor 10% van het totaal aantal ingezetenen in Suriname. En dat komt neer op meer dan 62.000 personen. Deze statistieken maken het tot het drukst bezochte BVB-kantoor in het hele land.